Nederlandse landskampioen Robin Hood, de nationale trots, blikt Dakota in met 4-1. Stefano Regel een hat-trick 3-maal en natuurlijk Gilberto Eind 1-maal 4-1. Goed uitgangspunt. Bij me staan heb ik clubpresident Ramon Abrahams en hoofdbestuurder John Reisdek om met de president te beginnen. Ramon, Robin Hood met 4-1. Gefeliciteerd. Dit hadden we nodig. Ja, zeker weten. Ik denk dat we met dit resultaat sowieso de volgende ronde hebben gehaald. Laat me alvast ook een thuisfront groeten. Want we voelen die warmte van een thuisfront hier ook. En de jongens hebben toch na alle problemen die ze gehad hebben, vooral met voedsel wat ze hebben ingenomen, diarree opgelopen, hebben ze vandaag gewoon karakter getoond. En hebben ze dus de eer van Suriname heel hoog gehouden. Tijdens rust zei je tegen me, je hoopt op 3-1. Het is 4-1 geworden. Mooier kan het niet. Nee, omdat je met deze stand zeker weet dat je dus de volgende ronde hebt gehaald. Wil Dakota doorgaan, moeten ze met 5-1 winnen van Francis Schent. Jan, gefeliciteerd. Jullie werken keihard bij het hoofdbestuur. 4-1 overwinning. Hoe heb je het ervaren? Je eerste CONCACAF optreden en gelijk met in de tweede wedstrijd winnen? Nou, met veel zenuwen. De eerste wedstrijd is niet goed gelopen. Maar hier hebben ze het direct weer goed gemaakt. En ik ga met een opgelucht hart nou naar een feestje van een vriend van me die vandaag 60 jaar is. Het is dubbel feestje vandaag. Ramon, Rob doet al een paar jaar onder je hoede. Je bent een succesvolle ondernemer, bijzonder druk. Je stopt veel in het er is beleid bij Robin Hood, er staat de organisatie. Je eerste CONCACAF optreden, hoe ervaar je dat als clubpresident? Laat me zeggen, ik kijk er tegenaan, maar we moeten ons bewijzen nu. We hebben heel wat jongens die helemaal geen internationale ervaring hebben. En natuurlijk is het voor mij opnieuw. Om zo in het buitenland als met Robin Hood te kunnen voetballen. Het gaat sowieso Robin Hood een behoorlijke boost geven op het ogenblik om verder te gaan deze 4-1. En we hebben jonge kerels ook in het team, dat is heel belangrijk. En het is een mix vandaag weer op het eind van nog wat ouderen en jonge kerels erbij. En je ziet zelfs een Cairo van 17 jaar, die gaat gewoon mee met de hoofdteam van Robin Hood. Jan, zoals Ramon het zei als clubpresident, vrij jong team, veel dynamiek. Het biedt natuurlijk mogelijkheden voor de naaste toekomst, zo'n generatie. Ja, zeker. Ik hoop dat dit een boost voor de generatie gaat zijn. Het is hard werken en het is, ik weet het niet, veel werk die we verzet hebben en we krijgen de beloning. Nu. Ramon, tot slot, Robin Hood met zo'n uitslag. Ideaal om als eventueel te gaan naar de kwartfinale. Je eerste CONCACAF optreden. Ongeslagen sta je in Suriname. Je geeft invulling aan je status. En natuurlijk heb ik het al gezegd, beleid wordt gemaakt, er staat organisatie. Dat betekent, los van het toernooi hier, als je zo doorgaat, is CONCACAF voetbal ook volgend seizoen gegarandeerd. Dat is de bedoeling. De jongens hebben nog geen enkele wedstrijd verloren in Suriname. En de bedoeling is om het zo te houden. We gaan sowieso voor het kampioenschap, ook weer voor beker. We willen gewoon de back-to-back, zowel beker als het landskampioenschap halen dit jaar. Het zit er nog in. En de jongens zijn goed gemotiveerd. Het bestuur, alle werkers, iedereen bij Robin Hood, die gaat ervoor. Er is organisatie, er is discipline en er worden middelen gestopt in de sport. Zeker in Robin Hood, om het hoogste te halen. John, gefeliciteerd en bedankt voor je fantastische bijdrage. Dankjewel. Ramon, gefeliciteerd ook namens ons allemaal. En ik denk dat Robin Hood een fantastische coverage gaat die van QN Sport hier. Mag ik nog één ding zeggen? Ik wil QN Sport ook bedanken en ze feliciteren met hun eenjarig bestaan vandaag. En ik natuurlijk zal het ook voor hen een opwekker te zijn om Robin Hood te zien winnen met 4-1. Koesje, gefeliciteerd. Dankjewel, Ramon. Oké. En zo vliegen we terug onze wedstrijd. We gaan natuurlijk naar de hoofdcoach en de spelers. Tot zo. Roberto, gefeliciteerd. Robin Hood blikt Dakota in met 4-1. Deze oefening was nodig.
Waar lag het verschil vandaag in die wedstrijd? Je zag dat we heel vroeg een doelpunt hebben gemaakt. Maar aan de andere kant kreeg je toch wel een vervelend doelpunt tegen. Een crossbal achter de verdediging. En het is raak. Ze komen op 1-1. Je zag dat Dakota toch wel de eerste helft onder controle had van hun zijde. Je zag dat Robin het ook heel veel balverlies had. Maar uiteindelijk het verschil lag in het volhouden. Je zag dat Robin Hood in de tweede helft het langer heeft volgehouden en ook zodoende meer doelpunten heeft kunnen maken. Vallend is in beide wedstrijden, Roberto, dat je tweede helft veel beter Robin Hood voor de dag gekomen is. Ook vandaag weer een hele scherpe Stefano Reijsen vandaag. Klopt, we hebben gekeken naar de eerste wedstrijd, naar de fouten. En je zag duidelijk dat de eerste helft de spitsen van ons minder scherp waren. Je zag dat hij vandaag centraal meer aandacht daarvoor had om ook in die diepte te gaan, om de ruimte achter de verdediging te gebruiken. En dat heeft hij vandaag heel goed gedaan. En je zag, het resultaat is niet uitgebleven. Hij heeft 3 doelpunten kunnen maken en daarvoor staat hij daar. Je hebt alle 3 wedstrijden gepleegd, ondanks je natuurlijk ruim voor stond. Is dat de bedoeling dat je eigenlijk de andere spelers rust geeft? Of valt het ook wel dat je je groot talent natuurlijk ook veel speelminuten geeft? Sowieso, we spelen een toernooi en we moeten toch wel kijken om zoveel mogelijk gebruik te maken van alle spelers. We willen alle spelers op scherp hebben. En de komende wedstrijden denk ik wel dat het zware wedstrijden wordt. En ik wil toch wel een bredere keuze hebben als het gaat om wisselspelers. En moeten ze ook al geproefd hebben wat de druk in principe is. Tot slot, Roberto, met deze score moet je makkelijk 2 kunnen eindigen. Als de tekenen niet bedriegen wat we gezien hebben van Dakota, zal het moeilijk zijn dat Dakota van Francis Kei moet gaan winnen. Dat betekent dat je naar de kwartfinale gaat, dan heb je halve en dan finale. Zeg je van, nu wordt er anders gevoetbald? Sowieso, Kusha, je weet het is een toernooi. Je gaat moeten groeien in het toernooi. En de eerste wedstrijd verloren, de tweede gewonnen. Ik hoop dat deze stijgende lijn zich blijft aanhouden. Sowieso moeten we bij de volgende wedstrijd veel beter gaan presteren. Dus we gaan ons voorbereiden daarop. Ik sta hier met Johan Voswijk, de assistentcoach van Roberto Geudeken bij SV Robin Hood. Johan, ten eerste gefeliciteerd met de overwinning. Hey, dank u ook. Dankjewel Johan. Om het even te hebben over de wedstrijd zelf. In vergelijking met de andere wedstrijd gingen dingen vandaag veel beter bij Robin Hood, moet je zeggen? Ja, vandaag hebben de jongens toch wel een betere wedstrijd gespeeld. Maar we hebben dat ook van tevoren afgesproken. Omdat zou je vandaag die wedstrijd verliezen, betekent dat je eruit ligt. Zou je gelijk spelen, betekent dat je ook eruit ligt. Dus wat het kost, moet je de wedstrijd winnen om door te gaan. En we zijn hier gekomen om binnen 2-3 dagen weg te gaan. Omdat we het hele jaar door daarvoor hebben gezorgd. En we zitten al hier, dus we moeten verder gaan. Uiteraard is dat zo, maar je moet ook eerlijk bekennen geven, Johan. Het niveau van Dakota en Franciscain is toch wel verschillend. Het niveau is verschillend. Je hebt gezien dat die jongens van Aruba toch iets minder zijn dan de Fransen. Maar toch hebben ze toch de eerste kwartier toch wel wat tekens had geboden. Maar Robin Hood heeft toch wel beter gespeeld vandaag. Robin Hood gaat hoogstwaarschijnlijk wel door naar de volgende fase. En dan wordt het eigenlijk alles op alles. Als je de volgende fase haalt, dan moet het nog gaan lukken. Want dan krijg je weer de andere pool. En ik denk dat we toch wel daar meer kansen maken. Omdat die pool waarin we nu zitten, toch wel de sterkste pool is in het toernooi.
sta hier met Stefano Reiser, de topscorer van vanavond. Voor Robin Hood en ook over de hele wedstrijd natuurlijk. Stefano, gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dank u wel, dank u wel. Was het een makkelijke wedstrijd toch wel moeizaam? Nee, het was wel een moeizame wedstrijd. Want we hebben ons 100% gefocust op deze wedstrijd. Het was een must-win game, dus we zijn 100% gefocust op de wedstrijd gegaan, ja. Uiteindelijk pak je 3 doelpunten in deze wedstrijd, Stefano. Dat is toch wel mooi natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Voor mezelf en voor mijn club. Ja, dat ik vandaag echt gewoon gefocust was gekomen om doelpunten te maken. En daar, om mijn team te helpen. En daarvoor stond ik in de spits, ja. Oké, tenslotte zeg je dat de verdedigers van vandaag wat minder waren qua kwaliteit dan die van Franciscain? Nee, niet echt minder, maar ik ben gefocust naar die game gekomen. En ik ben de trainer en ik heb gesproken dat ik die moest spelen vandaag. En dat heb ik wel gedaan. En het is me gelukt om 3 doelpunten vandaag te maken. Hoje você jogou o seu segundo jogo. Qual é a diferença entre o jogo de anteontem e de hoje para você? Não, o primeiro jogo a gente era estreia, né? Tinha muita pressão na gente, tinha jogador que veio jogar a primeira vez. Não é o meu caso, mas foi um caso de receber jogador, tinha muita pressão. Depois dos 15 minutos a gente começou a jogar bem. Mas pro segundo jogo todo mundo jogou mais livre, mais solto. Graças a Deus, Deus iluminou, a gente saiu com a vitória hoje. Nou, Herr Lucas geeft aan, zoals je ziet wordt hij hier geïnterviewd, geeft aan in het Portugees dat het verschil tussen de eerste en deze wedstrijd van vandaag is gewoon geweest dat vandaag de jongens heel snel en heel makkelijk al heel gauw in hun vel zaten, goed in hun vel zaten en de wedstrijd heel goed te pakken hadden. Lucas, se você compara o jogo de anteontem e o jogo de hoje, qual é a parte mais fácil que você experimentou? E que você achou que era para você o momento de não, hoje a gente vai ter a vitória, a nossa vitória. Não, no primeiro jogo a gente teve chance de fazer gol, né? Mas a gente não fez. O futebol é assim, quem não faz leva. O outro time veio e fez. Hoje não, hoje a gente veio com cabeça para o jogo, mais concentrado. E hoje a gente conseguiu com êxito desiluminar a gente antes de fazer gol. Stefano fazer 3 gols, Guilherme fazendo de falta, a gente tem que a vitória. Nou, in de eerste wedstrijd is het dus niet gelukt om eigenlijk te gaan waarvoor ze zijn gekomen. En dat is echt doelpunten maken. Het verschil is geweest dat in deze wedstrijd dat wel het geval is. Zoals we weten is de eindscore 4-1 geweest. Helaas heeft hij niet kunnen scoren. En tot slot wil ik van hem weten hoe dat bij hem overkwam. Want de reële kans heeft hij wel gekregen. Você teve pelo menos uma chance de fazer gol hoje, mas não deu. Como foi isso para você, esse momento de não fazer o gol? Não, não fazer o gol vem em trabalho, né? Hoje não saiu o gol, mas no próximo jogo, tenho fé em Deus que vai sair. Mas eu fico feliz porque o time saiu com a vitória. É o mais importante, sair com a vitória. Isso é verdade. Parabéns pela vitória. En dat was dus Lucas en hij gaf aan dat inderdaad hij een reële kans heeft gekregen om te scoren, maar het is deze keer niet gelukt. Maar dat maakt niet uit, feit is dat Robin Hood vandaag met de overwinning naar huis gaat. Dus hier met Gilberto Eind, de centrale verdediger van Robin Hood. Gilberto, gefeliciteerd met de overwinning. En het allermooiste is, je mag ook nog een goaltje meepikken. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, we hebben het samen gedaan. Vond je dit een lastige wedstrijd, gezien ook nog de halftime score? Toch wel, we hadden die druk zelf op ons gezet toen zij dan die 1-1 gemaakt hadden. Maar we hebben tijdens de rust aangegeven van boys, we gaan het moeten doen. We gaan het samen moeten doen. Er is geen andere keuze.
Goed, dan heb je natuurlijk in de vorige wedstrijd gehad dat er flink wat miscommunicatie is geweest in de achterhoede. Vind je dat dat vandaag beter is gegaan? Ja, veel beter, maar alhoewel gaan we eraan moeten werken om toch eraan te gaan sleutelen. Zodat er, dat het helemaal gaat kloppen en gaat klikken daar zo in de achterhoede. Deze mooie voetbalavond voor landskampioen Robin Hood. Dakota is ingeblikt met 4-1. Ideale uitgangspunt, want als de tekenen niet bedriegen, zien we Franciscus niet verliezen van Dakota met deze grote cijfers. Dat betekent dat het vervolgtrek van Robin Hood moet gaan op 11-13 en de finale op 15 april. Rashid, Robin Hood maakt geen fout vandaag. Zeg je van, je hebt een andere Robin Hood vandaag gezien? We hebben vandaag, het verschil met de eerste wedstrijd, Koetje, is dat Robin Hood vandaag doelpunten heeft weten te maken. En dat was in de eerste wedstrijd niet gebeurd. Opvallend is Rashid, wederom een goede Robin Hood in die tweede helft. Zeg je ook van Robin Hood na het vroege doelpunt dat veel vertrouwen gaf, maar eigenlijk knullig achterop dat die 1-1 valt. Natuurlijk, en dat is ook weer een stukje miscommunicatie, denk ik. Ik denk dat de paas van de tegenstander naar links toe zo mooi mag zijn, maar ook die bal zou je moeten kunnen onderscheppen en je moet ook snel terug in de verdediging. Alhoewel je ook niet altijd een doelpunt kan voorkomen. We weten allemaal dat Stefano Reijzen vorig jaar natuurlijk topscorer werd met 6 goals. Rashid, vorig jaar bij Inter Mugdabu, dit jaar met Robin Hood, pakte 4 goals, vandaag 3 doelpunten, zeg maar, een hat-trick. Zeg je van, het was een hele scherpe Stefano Reijzen. Een hele scherpe Stefano Reijzen, en dat maakt je geen 3 doelpunten. Maar, ik moet ook wel erbij zeggen dat de tegenstander van vandaag wat minder is qua niveau dan Franciscus. Moet je toch wel zeggen, de wissels die Roberto Geurigen heeft gepleegd, met natuurlijk Mitchell Kiesoor erin, Rodney Dalvoer erin en toch wel veelbelovend talent Cairo, zeg je van, daar zit er veel muziek in? In Shaquille Cairo? In Shaquille Cairo zit er veel muziek, dat zag je vooral ook de vorige wedstrijd waar hij het fysieke heel vaak aanging. En los van de andere wissels, Rodney Dalvoer goed voor het vertrouwen dat hij na lang, een lang blessure leed. Toch weer speelminuten krijgt op zo'n prestigieus toernooi. Koesje Mitchell Kiesoor ook erin. Uiteindelijk had Robin het ook met de eerste 11 man afgemaakt. Maar dit is heel goed voor het toernooi en voor de selectie. Dat jongens vertrouwen krijgen. Krachten doseren, want Robin gaat, als ze natuurlijk niet fout loopt, naar de kwartfinale op 11 april. Als ze winnen, de halffinale op 13 april. Als ze doorwinnen, de finale op 15 april. Het trek gaat nu eigenlijk beginnen. Wie verliest ligt eruit. Robin Hood met zijn overwinning, super gemotiveerd. Absoluut gemotiveerd. Ze hebben de eerste wedstrijd verloren. Dachten dat het misschien over kon zijn, voorbij kon zijn. Ze zijn vandaag heel sterk teruggekomen. Nu komen ze in de knock-out fase. You can't lose, je moet gewoon alles winnen. En ja, de sfeer zit in de groep. We volgen de jongens al een poosje. En je ziet hoe gezond de sfeer is. Bedankt voor je fantastische bijdrage. Graag gedaan. Bedankt aan Rashid Sultan. Neem courage naar je zin natuurlijk afscheid. Ik wil van deze wijze van onze cameraploeg vertrek 9 april conform afspraak terug naar Paramaribo. Ik wil het team van QN onder leiding van Katusha Sanchez als executive producer hartelijk dank zeggen. Amit Binda die 3 functies had, het monteren, het filmen en ook waar nodig nog even interviews. Collega Rashid Sultan natuurlijk hier die de website gebombardeerd heeft. Het thuisfront heeft natuurlijk up-to-date verslag gekregen. De mensen voor de foto verantwoordelijk, Katusha Sanchez en Amit Binda, waar nodig ook Rashid Sultan. En ik mag een beetje helpen, want zij leiden de missie. En natuurlijk, als je supervisie hebt, ga alleen maar kijken. U gefeliciteerd met de overwinning van Robin Hood. We zijn benieuwd, ze zijn in de kwartfinale op 11 april. Als ze winnen, gaan ze naar de halve finale op 13 april. En als ze daar winnen, spelen de finale op 15 april.
namens Katusha Sanchez, Amit Benda en Rashid Sultan zeg nogmaals Parijs Magazine. Vanuit Curaçao bedankt voor alles en ook uw support. We hebben geprobeerd een goede job voor u te doen. Het is goed bevallen en Robin Hood gaat over naar de kwartfinale. Goedenavond vanuit Curaçao.